In het zicht van het 10-jarig bestaan heeft de voedselbank het moeilijk. Het klantenbestand is met 20% gestegen, maar de financiële middelen om de exploitatie te kunnen betalen nemen af. Nou, met de voedselbank op zich, qua producten gaat het uitstekend, moeten we zeggen. We krijgen genoeg binnen om de mensen van een goed pakket te voorzien. Alleen financieel ja, loopt het wat minder goed. We zijn volledig afhankelijk van de giften van particulieren, maar ook van bedrijven en instellingen. En die laatste twee, dat is wat minder aan het worden. We staan niet meer bovenaan de lijst als zijnde goede doelen. Met name in onze exploitatie. Hè. We zijn bijna 20.000 euro per jaar kwijt aan de auto's en noem het maar op. Energie ook een aantal duizend euro's. Gelukkig hebben we het gebouw om niet van de woningstichting. Dus dat loopt wel los. Maar om elk krat uit te geven moeten we ongeveer 3,5 tot 4 euro kosten maken. En we geven ruim 10.000 pakketten uit. Dus kun je nagaan dat wij tussen de 35.000 en 40.000 euro aan directe kosten hebben. Nou, we zijn op dit moment aangeland op zo'n 220 klanten per week. Dat is dus weer een kleine stijging. Dat is zeker een stijging. Vorig jaar zaten we gemiddeld op 180, 185. Dus er is bijna 20% stijging bij. Ja. De economie trekt aan, zeggen ze, maar hier trekt het ook aan. Ja, het kan wel aantrekken in bepaalde sectoren. Maar in sectoren waar wij ook heel veel mensen in terecht krijgen, dus mensen die laaggeletterd zijn, een basisopleiding hebben gehad, die hebben het hier nog steeds heel moeilijk. En die komen er bijna niet uit. Dus geld, puur geld moet er komen. Wij hebben absoluut extra geld nodig om de boel draaiende te houden. Anders is het voor ons heel moeilijk om ons 10-jarig jubileum te kunnen gaan vieren. Nou ja, vieren. We bestaan 10 jaar door alle omstandigheden heen.